Ja, van harte welkom hier bij het Riebo. We zijn een aanleunlandgoed van landgoed Twickel. En dat zie je ook een beetje in het groen. En dit wordt onze nieuwbouw, het restauratie- en innovatielab. Aan de rechterkant hebben we straks een depot. Opslag van 700 tot 800 historische deuren, glas- en loodramen. En aan de linkerkant hebben we straks leslokalen. Want we hebben een hechte samenwerking met het ROC van Twente voor de opleiding technicus hout en restauratie. En straks, als alles af is, hebben we ook de theorielessen hier. En dan kunnen we ook trainingen geven en natuurlijk onze leerlingen scholen en ook de theorie en de praktijk, alles op één plek. De uitslag van de hoekkevers, hè? Die moet je nog maken? Nee. Op de plaat, oké. Nou, prima. Nou, ga zo verder, gaat goed. Dank je. We proberen hier dus. Ik zeg wel eens een keer oneerbiedig, de ouderwetse ambachtschool van vroeger weer op te houden. Dus echt het oude vakwerk van oude verbindingen, dat weer naar boven te houden. We hebben natuurlijk altijd twee verschillende bedrijfstakken. De ene is handjes nodig om productie te draaien. Maar er zijn heel veel beroepen waar dus echt het oude vakmanschap naar boven komt. En dat trachten we hier de jongens bij te brengen. Deze leerlingen die zijn met het examenwerkstuk bezig, het meesterwerkstuk zo dat noemen. Zij gaan dus nu allemaal een eigen werkstuk maken, een eigen tekening, een eigen ontwerp. En dan tot het resultaat dat het diploma waardig is. En hier lopen we richting onze nieuwe ingang. Dus straks kan ik hier jullie van harte welkom heten in ons nieuw gebouw. En wat aan dit gebouw bijzonder is, we werken met circulair materiaal en nieuw hout. Dus het is een complete houtbouw die we hier hebben neergezet. Want dat wat we in de opleiding ook willen doorgeven aan de nieuwe generatie van vakmensen, van ambachtsleden, is juist die combinatie uit traditioneel en hedendaags vakmanschap. Dus en dit willen we natuurlijk ook met de uitstraling van dit gebouw, wat eigenlijk een beetje op een schuur lijkt, Twentse schuren, vandaar ook het zwart. En dan past het namelijk ook in het landschap van dit erf. Wat best wel bijzonder is aan dit gebouw, we laten leerlingen gewoon meedoen. En dat zie je binnen, aan de binnenafwerking voor hout, maar ook hier. Jullie zien dat het nog niet af is, maar dit wordt straks een training knip- en snijvoegen. Want dan kunnen ze aan het eigen gebouw, waar ze straks thuis zijn, waar ze hun opleiding volgen, gewoon hun eigen knip- en snijvoegen maken. We zeggen altijd practice what you preach, dus die klassieke houtverbinding, daar zijn onze leerlingen natuurlijk ook mee bezig. En één voorbeeld zie je hier. Ja. Wat voor verbindingen ben je aan het maken? Ja, ik ben een pen- en gatverbinding aan het maken met de kabel. Zoals je ziet, kun je deze iets omhoog trekken. Even zo. Kun je die erin zetten, zeg maar. Er moet iets aan gebeuren, maar. Er moet wel iets aan gebeuren, zeg maar dan dat ook. En dan doe je daar straks nog pennen in, Jana? Ja, ik doe straks nog pennen in. Nou ja, en deze pen- en gatverbinding, die zien jullie hier ook. Zijn leerlingen bezig geweest met een kippenhok op basis van een oude hooischuur. Ja. En dan kunnen jullie dat natuurlijk hier ook zien. Precies dezelfde verbinding die daar natuurlijk schuin is, hebben we hier als pen- en gatverbinding ook in deze schuur zitten. Ja, ik vind het zelf een heel leuk vak om met hout te werken en om daarmee bezig te zijn. En gewoon zelf wat te maken, zeg maar. Ja, voor mensen of voor jezelf. Of dat je een beetje handig mee bent, zeg maar. Dat vind ik. Zo, deze jongens die maken een as voor een tjasker. Waar de wieken in komen. Dit is een opdracht voor het Openluchtmuseum in Arnhem. En dit geldt voor hen ook als een examenwerkstuk. Omdat zij geen eigen idee hadden gemaakt. En dit zat er ook. Dus dit was gewoon een technisch stuk. Wat niet verfijnd is naar een meubelwerkstuk, maar gewoon een ander soort opdracht. Daar komen de wieken in, dus ze liggen dus voor elkaar. En dan komen nog draaipunten op, dus we hebben er een draaibank voor om die dikke balken te kunnen draaien. En dat is een opdracht voor de werkzaamheden van het examen. Dit gaat er nooit vrezen.
heb je hiervoor gekozen? Wat? Ja, het leek mij wel leuk om in hout te werken. Maar ja, niet op de grote bouw. Het bredere van het timmervak, dat wil hij dus eigenlijk graag. Dat bedoelt hij ermee. Dus niet de grote bouw, het monteren van wanden en dakplaten en dergelijke. Maar proberen wat anders te maken dan de grijze massa. Per uitzondering heb ik de schroefjes even losgehaald. Dus ik wil jullie heel klein kijkje in onze nieuwbouw geven. Maar we mogen er niet in. Dus ik kan jullie even, dat jullie een glimp kunnen opvangen. Maar ik ga even, zoals jullie zien, gebruiken we ze niet vaak. Dus kunnen jullie even kijken hoe het eruit komt te zien binnenkort. Zo, gaat de deur weer dicht. Tot we open gaan. Wat ik jullie hier heel graag zou willen laten zien zijn eigenlijk de verschillende dakpannen die we hebben. Nokvorsten, zwart, rood. Ik moet eerlijk toegeven, voordat ik hier begon, ik had geen flauw idee dat er zoveel verschillende dakpannen zijn. Maar die zijn dus niet meer verkrijgbaar. Dus als wij ze niet ergens opkopen, is dat voor klanten best wel lastig. En als je oude monumenten wil herstellen, ja, waar krijg je dat materiaal vandaan als niemand het bewaart? En dat is juist dat wat ik ook bedoelde, waarmee we hier bezig zijn, is juist die combinatie uit het innovatieve. Jullie hebben waarschijnlijk in de machineruimte ook de CNC-freesmachine gezien. En tegelijkertijd houden we ons bezig met het herstel van monumenten, de restauratie en het bewaren van dergelijk kostbaar materiaal. Het Riebo is ook een kenniscentrum voor professionals, voor erfgoedambtenaren, beleidsmedewerkers die kennis willen vergaren als het gaat om restauratie. En een voorbeeld wat wij ook gebruiken voor restauratietrainingen is dit gebouw. En daar kunnen we eigenlijk tweeledig inzetten. Het ene is dat we hier weer, we hadden het net al over de knip- en snijvoegen, die kunnen we hier laten maken. Maar wat ik eigenlijk hoofdzaak ik wou vertellen, het gaat om de gebintes. Kijk, je werkt bij een timmerij en je moet een gebint wat verrot is door houtworm, door vocht of wat ook, moet je vervangen. Maar hoe weet je dan hoe je de rest moet steunen dat het niet in elkaar zakt, zodat je één balk eruit kan halen, één korbeel kan vervangen. En dat oefenen we hier in dit gebouw. Dus jullie zien hier dat op een oude wetse manier met leem en stro het dicht opgevuld is. En dat is eigenlijk ook iets waar we weer naartoe willen. Je gaat natuurlijk biobased bouwen met hout, demontabel, maar ook met organisch materiaal. En we weten nu dat eigenlijk hoe vroeger gebouwd werd, veel efficiënter is. Je hebt minder snel met condens, met vocht te maken. En dat zijn ook onderdelen die wij meenemen in trainingen, in cursussen en ook weer het ambachtelijke vakmanschap weer te laten zien wat er eigenlijk allemaal mogelijk is. Heeft u nou vragen over historisch bouwmateriaal of over het verduurzamen van uw monument of een opleiding dat u denkt van ik wou altijd al graag met hout werken in de restauratie? Komt u maar een keertje langs bij het Riebo. En hier in mijn kantoor heet ik van harte welkom om te vertellen wat wij bij Riebo allemaal doen.